Deze week was de week van het autisme. Maar wat houdt autisme in? Autisme is een pervasieve ontwikkelingsstoornis, waarbij het woordje pervasief betekent diep doordringend. Autisme speelt zich daardoor af eigenlijk op alle onderdeeltjes van je lichaam. Dus op je sociale ervaringen, op je emoties, op je ontwikkeling cognitief, hoe je denkt, je geheugen, etcetera. Je hebt ook nog dat ze autisme uitleggen aan de hand van de DSM-4, dat is de officiële term. En dan zeggen ze dat autisme heb je drie vormen. De eerste is klassiek autisme, de tweede is PDD-NOS en de derde is het syndroom van Asperger. Typische kenmerken als je het hebt over klassiek autisme is dat meestal gepaard gaat met een grote ontwikkelingsachterstand waarbij mensen niet kunnen praten of moeilijk contact kunnen leggen. Bij het syndroom van Asperger daarentegen kan het zijn dat iemand heel erg intelligent is, maar het moeilijk vindt om mensen aan te kijken of contacten te leggen. PDD-NOS gebruiken ze meestal als het niet echt duidelijk is welke vorm van autisme het is. En er zijn specifieke kenmerken die beschreven zijn in de DSM-4 waar je aan moet voldoen. En daar wordt die term gebruikt en daar kan er eigenlijk van alles bij komen. 1 op de 100 mensen heeft een vorm van autisme. 80% van de wereldbevolking heeft kenmerken van autisme. En dat is als iedereen goed naar zichzelf kijkt, hebben we allemaal wel onze voorkeuren van hoe je op wilt staan en in welke volgorde je koffie, thee of een douche wil. Of in welke volgorde je graag eten wil en hoe dat eruit moet zien. Als dat op een dag niet klopt of het loopt allemaal door elkaar, voel je je daar niet zo goed bij. Mensen met autisme hebben dat nog in forsere mate. Daarom spreek je ook over kenmerken die dat eigenlijk zo graag mogelijk dingen willen matchen. En dan gebaat zijn ook bij structuur en duidelijke omgeving. En waarbij vooral sociale acties en initiatieven voor hun heel erg moeilijk zijn om dat te volgen. Een goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld humor. Je hebt bijvoorbeeld sarcasme en cynische humor. Voor iemand met autisme is dat moeilijk te herkennen bij iemand. Maak jij nou een grapje of vertel je dat serieus? Of is het, bedoel je net het tegenovergestelde? Dat zijn dingen wat ze heel erg lastig vinden. Ik vind dat we daar in Nederland meer over zouden moeten afweten wat autisme is, welke soort autisme je hebt, welke behandelmethoden er zijn, wat voor cursussen er mogelijk zijn. Hoe je mensen met autisme beter kunt begrijpen, begeleiden en kunt helpen. En ja, daarom is het belangrijk dat het centraal staat in zo'n week van autisme. Dat het eens nader toegelicht kan worden en meer aandacht van de media krijgt. En ik vind dat we langzaam af moeten van het idee dat alleen zoals in de film Rain Man een autist is. Of van bepaalde verhalen, wat zo of één boek. Daarom probeer ik steeds nadruk te leggen dat autisme heel divers is en dat je het niet overeen kan scheren.